Roger renoveert een woning. De lege zolder bouwt hij om tot een extra slaapkamer met wellnessruimte. In deze aflevering plaatst hij de scheidingswand en legt hij de leidingen klaar. Deze zolder is één grote openruimte en dit zijn mijn plannen. Hier komt een luxe badkamer en daarnaast een logeerkamer. En vandaag ga ik de scheidingswand bouwen. Je kan kiezen voor het systeem van wanden met metalen profielen, maar hier kiest Roger voor om met hout te werken. Hout biedt heel wat mogelijkheden en het is een aangenaam materiaal om mee te werken. Ondertussen heeft Roger al een keper op de vloer vastgeschroefd om verder te bouwen. Voor Roger de twee delen vastschroeft, boort hij eerst voor. Zou het met een schroefboormachine niet lukken om zonder voorboren de schroef in te draaien? Ja, toch wel. Maar als je voorboort in het ene deel van je werkstuk, dan zal de schroef het tegen het andere deel samentrekken. Boor je niet voor, dan zal de schroef wel in het hout dringen, maar dan zonder de delen samen te trekken. Met die tip in het achterhoofd beginnen we met de keper bovenaan. Die keper moet perfect boven de onderste komen te hangen. Om te zorgen dat dit het geval is, gebruik je een zelfnivellerende laser, een waterpas of een schietlood. Tussen de horizontale plaats je de verticale kepers. Die komen om de 60 centimeter. Wanneer je de gipskartonplaten er tegen zal schroeven, zullen die dan steeds op een keper uitkomen. De kepers vastmaken kan op twee manieren. Ofwel boor je schuin voor en draai je daar een lange schroef door, ofwel gebruik je metalen hoeken. Wat makkelijker, maar ook iets duurder. Voor de stevigheid en vooral om de balken mooi recht te houden, voorziet Roger nog horizontale balkjes op de halve hoogte. Voor ik de wanden dichtmaak, moet ik natuurlijk elektriciteit, water en afvoer voorzien. Een professioneel advies is daarbij zeer welkom. Verwarming leggen, elektriciteitswerken uitvoeren en waterleidingen aansluiten, het zijn geen klussen die je iedere dag uitvoert. Daarom kan het geen kwaad je kennis wat bij te spijkeren. Roger bekijkt de verschillende situaties nog eens op voorbeeldpanelen. Voor verwarming worden er flexibele leidingen gebruikt. Ze vertrekken vanuit de ketel naar een collector en van daaruit naar elke radiator. Elke radiator krijgt dus een eigen, ononderbroken leiding zonder ondergrondse vertakkingen of doorverbindingen. Ook voor het sanitaire wordt er met dezelfde flexibele leidingen gewerkt. Ook het elektriciteitsbord bekijkt Roger nog eens. Vooral de juiste manier om een wisselschakeling te installeren, bekijkt hij van naderbij. Hij weet al dat er tussen de schakelaars een kabel met 5 geleiders moet komen. Hij krijgt bovendien nog een instructieboekje mee met het juiste schema en volgt een extra les bij hetzelfde bedrijf. Doe het zelf, maar met begeleiding dus. Toch een mooi systeem. Ik doe een besparing van ongeveer 50%. Ik heb iets bijgeleerd en alles wordt aan huis geleverd. Ik begin met het sanitair en met het plan en het instructieboekje. Moet dat zeker lukken. Er zijn al toevoerleidingen voor warm en koud water waarop Roger collectoren aansluit. In de collector schroeft hij een aftakking van 20 mm voor de douche, want die heeft een hoog debiet nodig. En een aftakking van 16 mm voor alle andere punten. Vanaf de collector gaat er telkens een aparte leiding naar de verschillende aftakpunten zonder onderbrekingen. Sanitaire leidingen tegenwoordig zijn flexibel. Door het aluminium erin blijven ze stevig, maar toch plooibaar. Stukken makkelijker dus dan die vroegere koperen leiding. Voor zachte bochten kan je de buizen met de hand plooien. Hoe geleidelijker de bocht, hoe beter. Ook het aansluiten is simpel. Knip gewoon de leiding rechtdoor met een speciale tang. Daarna maak je het uiteinde weer mooi rond met het kalibreertoestel en stop je de leiding in de fitting. Ten slotte klem je die dicht. Waar er toch scherpere bochten nodig zijn, kan je een plooiveer gebruiken. Die voorkomt dat de buis knikt. Alle leidingen moeten vastgelegd worden,
Dat doe je door beugels vast te schroeven op de houten constructie. Als de installatie klaar is, voer je het best eerst een dichtheidstest uit. Dicht alle uitgangen af en zet de waterkranen open. Als de meter blijft stilstaan, is alles waterdicht. Ook de elektriciteit leggen is eenvoudig, met de instructies en het plan bij de hand. En gelukkig is de verdeelkast beneden in orde en is daar nog plaats voor een paar extra automaten. Roger moet een stopcontactenkring en een verlichtingskring bijleggen. Voor stopcontacten moeten de geleiders 2,5 vierkante millimeter dik zijn. Voor verlichting slechts 1,5. Je kan werken met voorbedraden leidingen. Voor elektriciteit moet je een aantal regels volgen. Zo mogen er bijvoorbeeld maximum 8 stopcontactpunten op een kring zitten en mag je de leidingen tegen verticale wanden nooit schuin leggen. Bij holle wanden, zoals hier, worden de inbouwdozen pas achteraf geplaatst, omdat die vastgeklemd worden achter de gipskartonplaten. Maar dat is een klus voor volgende week. Nu kan ik je wel al tonen hoe je te werk moet gaan in een verdeelkast. De beide nieuwe kringen komen in de badkamer, een vochtige ruimte. Die moeten dus van stroom worden voorzien via de gevoelige verliesstroomschakelaar van 30 mA. De lichtkring wordt verder aangesloten op een automaat van 16 ampère en de stopcontacten op een van 20 ampère. De aansluiting zelf doe ik pas wanneer heel de kring is afgewerkt. De draagconstructie voor de wanden is nu al geplaatst. Ook de nutsleidingen in de wanden zijn al gelegd. Wil je die klussen herbekijken, dan kan je steeds terecht op onze website. Ondertussen gaan wij wel verder met het dichtmaken van de wanden. Hiermee sla ik 2 vliegen in 1 klap. Deze panelen bestaan uit een isolatieplaat met een gipskartonplaat erbovenop. Dus eigenlijk plaats ik een vlakke wand die meteen ook geïsoleerd is. Bij het plaatsen bevestig je de platen met schroeven tegen de houten constructie. Voor een stevige bevestiging moet je de schroef verzinken zonder ze door het karton te trekken. Duid met een smidkoord de positie van de kepers aan, zo zie je waar je kan schroeven. Roger kiest voor een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde. In deze platen zit een 5 cm dikke laag polyurethaan. Dat isoleert even goed als 8 cm klassieke isolatie. Je verliest dus minder ruimte. Door de vaste structuur van het schuim is de plaat ook stevig en moet je minder steunen voorzien. Snij eerst door het schuim en dan door de kartonlaag eronder. Zo kan je de plaat breken en ook het karton van de voorkant doorsnijden. Hoeken of gebogen vormen kan je makkelijk uitsnijden met een decoupeerzaag. De isolatielagen moeten tegen elkaar aansluiten, zodat ze samen één geheel vormen. De zijkanten van het gipskarton zijn afgeschuind om de naden achteraf mooi te kunnen vullen. Deze platen zijn beschikbaar met een isolatielaag van 2 tot 6 cm dik. Welke je kiest hangt af van de isolatiewaarde die je wenst en de beschikbare ruimte. Voor het plafond gebruik je het best een plaat met een dikkere isolatielaag. Warmte stijgt, dus het plafond moet het beste geïsoleerd zijn. Zorg wel dat je steeds de energieprestatienormen, kortweg EPN, naleeft. Om op de hoogte te zijn van de recentste regelgeving met betrekking tot isolatienormen en van mogelijke premies, kan je terecht op de website van het Vlaams Energieagentschap www.energiesparen.be. Ondertussen heeft Roger de platen geplaatst. Hij kan wapeningsband aanbrengen en de naden dichten met vulmiddel. Dit vulmiddel vormt een smeuïge massa als je het met water mengt. Dat is noodzakelijk voor een mooi resultaat. Vul de naad, neem het teveel aan vulmiddel langs beide kanten weg en strijk het geheel glad. Ook de schroefgaten werk je weg. Na droging schuur je de kleine oneffenheden zachtjes weg met schuurgaas en vul je de naden een tweede keer op, om de laatste oneffenheden glad te krijgen. Voor elektriciteitsleidingen is zo'n holle wand ook handig. Boor het gat met een klokzaag waar de inbouwdoos net in past. Duw die in het gat en zet de inbouwdoos vast
door de schroeven vast te draaien. De klauw zet de inbouwdoos vast. Zo, de scheidingswand staat er, tegen een stevige constructie. Ook de elektriciteitswerken zijn gebeurd en de leidingen voor de verwarming en voor het sanitair liggen klaar. In een volgende aflevering werken we de kamers af. Parket, kurktegels, een douche en een infraroodcabine voor een luxueuze wellnessruimte.